Weer een liquidatie deze week in wat de Mokro-oorlog is gaan heten. 15 doden in 2 jaar tijd. Het zijn voornamelijk Marokkaanse Nederlanders die elkaar met kalasjnikovs neermaaien. Het is een onderwereld met een fase van veel liquidaties op dit ogenblik. Welke etnische groepen zijn op dit ogenblik sterk in opkomst? Nou, daar horen die Marokkanen gewoon bij. De opgeschoten straatjongens zijn volwassen, nietsontziende criminelen geworden. Hoe kon een generatie van Marokkaanse jongeren zo afglijden in Nederland? Ze zijn buitengewoon ver-Nederlands. Ik denk meer ver-Nederlands dan de meeste andere etnische groepen. Een gesprek met criminoloog Frank Bovenkerk over falende vaders, carrières in de cocaïne en criminaliteit als statussymbool. Hoe een typisch Nederlands-Marokkanen-probleem uitgroeide tot een oorlog in de onderwereld. Ze hebben alles wat Nederlands is, maar er is geen rem op. Voor de ogen van haar kinderen werd ze maandagavond doorzeefd. Luana, ze zou de vriendin zijn van de nieuwe leider van een criminele bende. Een afrekening die volgde op een andere afrekening, die weer volgde op een andere. De zogeheten Mokro-maffia bevecht zijn plek in de onderwereld. Dit is een onprofessionele fase. We hebben nog niet de situatie bereikt waarin een soort wapenstilstand is gekomen en waarbij we leidersfiguren werkelijk kunnen afdwingen dat dit soort dingen niet meer gebeurt. Al decennia lang onderzoekt hij criminaliteit onder etnische minderheden. Emeritus hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk. Wat we nu zien onder Marokkaanse criminelen is niet uniek, zegt hij. Zo gaat het de hele geschiedenis al. Je ziet in de onderwereld van Amerika, tijdens de drooglegging bijvoorbeeld, zie je dat eerst veel Ieren er zijn in de onderwereld. En dat er ook veel liquidaties onder die groepen zijn. Daarna komen er veel Italianen. Daarna komen er veel Joden. Daarna komen er veel Puerto Ricanen. En het is betrekkelijk onafhankelijk van die etnische groep. Degene die op dat moment de onderwereld betreden, ja, die krijgen met dit soort gewelddadigheid te maken. Dus ze kloppen nu aan de deur, de Marokkanen, in de Zeker. Onderwereld. Ja. Al vanaf de jaren 70 is hij, Bovenkerk, de integratieautoriteit in Nederland. Hij signaleert als eerste de groeiende problemen onder groepen Marokkaanse Nederlanders. Nederland reageert nog geschokt als hij voor de parlementaire enquêtecommissie van Fantra minderheden verbindt met zware criminaliteit. Ook geldt dat voor Marokkanen. Voor Marokkanen het geval. De grootste producent van hash op dit ogenblik in de wereld. Ik liet zien dat er een enorm probleem ontstaan was voor die minderheden. En dat stigmatiserend zou werken voor minderheden. En ik had een beetje de neiging aan de noodbel te trekken. Hij voorspelde een grote verandering in de Nederlandse onderwereld. Nieuwe groepen zouden steeds beter integreren in de drugshandel. Toen we voor de commissie van Traat daar onderzoek naar deden, waren de bazen nog voor het grootste deel Hollandse netwerken, zoals dat heet. Maar dat is lang niet meer zo. De jongens die zijn zelf doorgegroeid naar boven. Dat is integratie, volgens u? Integratie in de criminele wereld, ja. Van straatcriminaliteit tot Mokro-maffia. Het wordt vaak ons Marokkanenprobleem genoemd. Maar hoe typisch Marokkaans is het probleem eigenlijk? Bovenkerk trok op onderzoek door Europa om verschillende groepen Marokkaanse immigranten met elkaar te vergelijken. In zijn nieuwe boek komt hij tot opmerkelijke conclusies. Als ik naar internationale conferenties ging en van vakgenoten criminologen, dan vroeg ik zo eens af en toe, hoe is jullie Marokkanenprobleem met criminaliteit? En mijn vakgenoten keken me glazig aan en vroegen ze, waar heb je het over? Daar hebben ze geen Marokkanenprobleem. Nee, maar het woord Marokkanenprobleem is in Duitsland ondenkbaar. En nou ja, daar ben ik nu ook gaan kijken voor het onderzoek wat ik gedaan heb. En ik ben uitvoerig met de politie gaan praten om te kijken of ze daar wat van wisten. En er was werkelijk niks te vinden. Frankrijk, Italië, België, Spanje, Duitsland. Geen land die het woord zou gebruiken en geen land die de groep als een probleem ziet. Toch zijn de cijfers in Nederland overduidelijk. Meer dan de helft van Marokkaanse jongens is hier voor zijn 22e alles in aanraking geweest met de politie. In Nederland zijn ze zeer sterk oververtegenwoordigd in de cijfers, ja. Ik kan het even normaal zeggen. Waarom dan toch zoeken bij ons zoveel Marokkaanse jongeren hun heil in de misdaad en elders veel minder? Volgens Bovenkerk komt het door een unieke mix van onze twee culturen. Een mix die je in andere landen niet ziet.
En daarvoor moeten we terug naar het begin. Naar de tijden dat we Marokko nog afstruinden op zoek naar harde werkers. Vous savez où se trouve la Hollande? La Hollande? Oui. Parce que les usines d'AF, il faut bien se dire, se trouve aux Pays-Bas, en Hollande. Aux Pays-Bas. Veel sterke jonge vaders werden toen naar onze fabrieken gelokt om in de zware industrie te werken. Maar in de jaren 80 gingen in heel Europa veel van die fabrieken dicht. Nederland reageerde toen anders dan veel anderen. Iedereen een uitkering. Ze konden werkloosheidsgeld krijgen. Ze werden vrij gemakkelijk afgekeurd. De WAO in. De WAO in. En dat zijn mannen die dus nooit meer werk zullen vinden. Die zijn voorgoed afgekeurd. En die jongens die daar in die gezinnen opgroeien, die zien dus in plaats van een grote sterke vader die altijd ieder jaar naar Marokko kwam en beladen met cadeautjes en rijkdom, dat het eigenlijk een werkloze man is. Juist in Nederland verloren veel zonen een soort rolmodel. Afgekeurde vaders trokken zich hier terug in koffiehuis en moskee. In onze buurlanden ging dat vaak anders. In Duitsland hebben ze weer betrekkelijk gemakkelijk opnieuw werk gevonden in de industrie. De auto-industrie, de metaalindustrie, de chemische industrie. De mannen hielden daardoor in de gezinnen meer een waardiger plaats en konden daarom ook meer conformiteit van hun zonen afdwingen. Daar werd niet op neergekeken. Dat is een belangrijk verschil. In Nederland groeide dus een generatie op van jongens die afstand wilden nemen van de armoe en vernedering van hun vaders. En ze gingen daarbij juist Nederlandse waarden overnemen. Ze werden veel materialistischer dan hun ouders, assertiever, mondiger. Uit veel onderzoeken blijkt dat ze heel veel op Nederlanders gingen lijken. Bijvoorbeeld weinig gevoel voor autoriteit. Materialisme en persoonlijke vrijheid, dat zie je daar. Individualisme. Terug. Individualisme, juist. Ja, dat kom ik allemaal daar tegen. Wij zijn een ontzettend vrijgevochten en individualistisch land. En dus ook de Marokkanen die hier gekomen zijn. Ze lijken veel meer op Nederlanders dan wij vaak denken. Ja, ze zijn buitengewoon van Nederlands. Ik denk meer van Nederlands dan de meeste andere etnische groepen. Een belangrijk derde element. In Nederland wilden we lange tijd anderen niet aanspreken op slecht gedrag. Leef en laat leven was het motto. Wat begon met geëtter, kon daardoor steeds verder uit de hand lopen. Laten we kijken naar wat doet een Nederlander die in de trein zit en die ziet dat zijn buurman zijn voeten op de bank legt aan de overkant. Die denkt, nou, zal ik er wat van zeggen? Eigenlijk kan het niet, maar ik weet niet hoe die reageert. En dan kijkt hij rond en dan ziet hij in zijn omgeving dat anderen misschien niet zullen steunen als hij daar iets van zegt. En dan wacht hij op de conducteur en dan denkt hij, ja, daar ben ik ook niet zeker van. Dus het eind van het liedje is dat hij zijn mond houdt. In Duitsland wordt er binnen een minuut door wie dan ook, word je erop gewezen dat dit niet kan. Buurlanden deden volgens Bovenkerk meer aan civil courage, burgerlijke moed om anderen op te voeden. Wij deden aan tolerantie. We zijn er in toenemende mate achtergekomen dat dat ertoe geleid heeft dat we zo weinig eisen gesteld hebben dat je het net zo goed in plaats van tolerantie onverschilligheid zou kunnen noemen. Misschien wel de cruciale factor in de unieke mix Nederland-Marokko is onze gedeelde liefde voor hash. In het Rifgebergte staat het grootste areaal aan hennepplanten ter wereld. En in Nederland staat het grootste areaal aan coffeeshops. Een van de overeenkomsten tussen die landen is dat ook Marokko een nogal actief gedoogbeleid voert ten opzichte van de productie van soft drugs, van hashish. Daar wordt veel geld aan verdiend en daar bestaan weinig morele bezwaren tegen. Ze komen in Nederland, het enige land in West-Europa waar zo openlijk in drugs wordt gehandeld. Ja, dat sluit juist op elkaar aan. En zo begonnen hele Marokkaanse families de hashhandel bij ons te domineren, te monopoliseren. De laatste jaren kwamen daar de harddrugs bij. Ging het eerst over een grote hashroute, nu hebben we dus ook cocaïne. Ja. Dezelfde route. Ja. Dat komt natuurlijk omdat veel van die cocaïne tegenwoordig via Afrika naar Europa gebracht wordt. En dat zorgt voor die verharding in de criminelen? Ja, zeker. Ja. Er zijn grotere hoeveelheden geld mee verbonden en bovendien is men daardoor verknoopt geraakt met een onderwereld in Zuid-Amerika die in allerlei opzichten veel harder is natuurlijk dan wat er in Nederland of in Europa gebeurt. Meer afrekeningen? Ja. Meer liquidaties? Ja. De Marokkaanse jongeren van de zogeheten Mokro-maffia. Ze zijn niet zozeer typerend voor Marokko, zegt Bovenkerk, maar voor Nederland.
Een groep migranten die vanaf de tweede generatie afglijdt en verhardt, zoals dat zo vaak gebeurt in de onderwereld. De man die daar al jaren geleden voor waarschuwde, ziet nu geen snelle oplossing meer. Normaal gesproken houden problemen met immigrantengroepen op na zo'n 50 jaar. Duurt het langer bij deze club? Ja, dit duurt idioot lang. Eerst de gastarbeiders zijn 50 jaar geleden gerecruiteerd. We hebben niet alleen een tweede generatie, maar ook een derde generatie. En je gaat er normaal gesproken vanuit dat een derde en zeker een vierde generatie, dat is de generation of hope. Dan gaat het allemaal beter. Maar dat ziet u nog niet? Dat zie ik nog weinig gebeuren. En dus moet het tolerante Nederland volgens hem nog een tijdje op de blaren zitten.